Welkom bij Vlogmas dag 11. Cause we got Christmas soul. Yeah, we got Christmas soul. Goedemorgen. Het is dus heel vroeg. Het is 4:15. Ik ben wakker. Ik moest eruit om gewoon even te plassen. Maar vervolgens hoorde ik een heel raar brommend geluid. Op de gang. Ik dacht, wat is dat? Maar dat scheen dus een aquarium te zijn. Maar ik dacht dat het de dieren beneden waren. Niet dus. Mijn moeder die komt naar beneden. Die zegt, dat is het aquarium. Oh. Oeps. Dat had ik helemaal niet door. Maar in ieder geval, ik ben wakker en ik heb pijn in mijn wang. Ik weet niet hoe dat komt. Het is een beetje hier en achterin. Ik hoop dat het geen verstandskies is, want dan ben ik helemaal lijp. Het zou best kunnen hoor, dat hij doorkomt. Maar ik voel nog niks. Dus ik heb geen idee. Maar het zeurt een beetje pijnlijk, alsof ik op mijn wang heb gebeten. Misschien heb ik dat ook wel overnacht. Maar geen idee. Het is in ieder geval nog super vroeg. Ik ga er overigens nog niet uit. Ik ga proberen nog wel even te slapen, maar ik dacht, ik ben wakker, dus ik ga het alvast vastleggen. Het is 4:15. Oh, zo vroeg. Maar ik ga wel alvast proberen te slapen weer. Dus ik zie jullie om 8:00. Goedemorgen, ik ben wakker inmiddels. Het is natuurlijk 8:00 geweest. Het is nu 8:50 geweest. Double check. Ja, het is 8:50 geweest. En ik ben aangekleed. Ik ben wakker. Ik heb make-up op. Ik heb mijn haar gedaan. Ik heb nog geen tanden gepoetst, want ik heb ook nog geen koffie op. En dat ga ik natuurlijk zo wel even doen. Maar ik ga vandaag niet naar school. Ik heb een soort van Ik heb een soort van vrijdagje vandaag. Namelijk, ik moet vandaag naar het ziekenhuis. En dat stond al een behoorlijk tijd gepland. Heb ik alleen nog nooit aan jullie gemeld. Maar ik moet terug naar het ziekenhuis. Ik heb de afgelopen maand tabletten gekregen voor een Ik zit mijn lip gelost nu overal aan het smeren. Voor een traagwerkende darm. En ik doe expres traagwerkend. Want het is namelijk zo dat die medicijnen bij mij niet werken. Ik heb ze maandenlang moeten slikken. En het heeft geen resultaat geleverd. Helaas. Nu moet ik terug naar de interne geneeskunde. En daar gaan ze kijken wat ze nu voor me kunnen doen. Ik heb in totaal in die maandtijd heb ik 3 keer ontlasting gehad. Ik moest even nadenken. 3 keer. En dat waren niet eens normale hoeveelheden. En dat heb ik pas een beetje aan het eind van de maand gehad. Dat heb ik nu pas een beetje gehad. Dus het is natuurlijk niet normaal, weet je. Je hoort gewoon elke dag te gaan. En niet 3 keer in een maand. Wat betekent dat ik dus gewoon 1 week niet ben geweest. En dat was afgelopen week. Maar goed, in ieder geval naar het ziekenhuis toe. En kijken wat we nu te horen gaan krijgen. Maar in ieder geval, daar draait het niet alleen om. Want ik ben dus vandaag misschien niet op school. Ik heb nog genoeg andere dingen te doen. Onder andere een adventkalender. Ik heb trouwens best wel een zomers outfitje aan. Ik heb dit shirtje aan met deze palmbomen en deze ondergaande zon. Puur omdat ik deze gewoon heel erg leuk vond. En hij zit gewoon heel erg lekker. En ik wilde iets fijns aan voor naar het ziekenhuis. Deze blauwe broek. En dan natuurlijk gewoon mijn nieuwe zwarte schoenen. Maar goed, we gaan een adventkalender doen. De adventkalender natuurlijk. En ik zie hem al. Dag 11 zit hier vooraan. Het is een hele grote. Ik ben heel erg benieuwd. Wat gaat hierin zitten? Oh. Waarom sloop ik nou toch altijd al die deurtjes? Ik kan niet zien hoe dit zit. Oh, hij moet hier omhoog. Juist. Oh, we hebben een spoor. Ik ga hem er niet uithalen. Ik wilde hem eruit halen, maar dan krijg ik hem er weer niet in. Kijk. Laten we even de zaklamp weghalen. Kijk, we hebben een rol sponsje. Superleuk. Een sterretje. Adventkalender gehad. Dag 11. Nog 1 dag en we zijn officieel over de helft.
Oh, het gaat zo snel. Goedemorgen. Morgen. Tijd voor koffie. Is er nog koffie? Oh, heb je opgedronken? Nou, dan pak ik vanille. Koffie! Het ziekenhuis net. Mijn vader moet even iets ophalen, die is er nu niet. Maar kort, maar krachtig. Ze kunnen niks meer doen. Het medicijn schijnt wel iets te doen en daar heeft ze wel gelijk in. Van 2 maanden helemaal niks naar 3 keer in een maand is wat. Het is natuurlijk lang en lang en lang niet genoeg. Maar het is wat en het verandert in een goede zin. Dus ja, het werkt iets. Het gaat niet heel snel werken. Het zal best een hele tijd duren voor ik misschien weer een normaal uitscheidingspatroon heb. Ik kan er overheen groeien. Het hoeft niet zo te zijn, maar het kan. En ja, het is dus afwachten hoe het nu gaat verder lopen met mijn darmen. Maar die darmen doen natuurlijk, die knijpen samen om je ontlasting vervolgens eruit te laten gaan. Naar je endodarm. Maar dat doet het bij mij dus niet. En die medicijnen die helpen dus die darmen om dat wel te gaan doen. Dus ik moet nieuwe medicijnen gaan halen. En hopelijk gaat het werken. Hopelijk groei ik er overheen. Hopelijk komt het ooit goed. Hopelijk leer ik er goed mee leven. Want daar komt het eigenlijk op neer. He, vind een manier wat voor jou fijn is en leer mee leven. Maar ja, ik heb dus een gecompliceerde darm, a.k.a. PDS, dat is natuurlijk ook uit prikkelbare darm, daar wordt het natuurlijk allemaal ondergezet. Ja, kortom, leer ermee leven. That's it eigenlijk. Het is allemaal wel heel vervelend, heel erg naar, maar ik ben aan de ene kant wel blij dat ik nu in ieder geval weet wat er moet gaan gebeuren. Ik moet vezelrijk gaan eten, vaste tijden gewoon zo'n slaap- en waakritme. Dus oftewel gewoon je slaappatroon moet ook gewoon normaal blijven. Ik moet niet de ene keer om 11 uur gaan slapen, de andere keer om 7 uur. Vaste tijden en ja, zo goed mogelijk vezelrijk blijven eten. Meer kan ik niet doen. Daar zijn jullie! Ik heb weer echt rot gezocht naar die camera, maar ik heb jullie gevonden. Ik ben net even lekker aan het kokkerellen geweest. Ik heb lekker een gebakken eitje gemaakt voor mezelf. Met de 5 Minute Chef. Hoe lekker ziet dit eruit? Oh, dat is toch lekker, jongens. Er zit wat kipfilet in. Wat groente. En ja, ik ga tv kijken en mijn eitje eten. Ik eet lunch. Het is 11:30. Iets te vroeg, maar maakt niet uit. Goed, ik heb ook als advies meegekregen van de internist dat ik meer moet gaan bewegen. Nou, heb ik een behoorlijke tijd geleden altijd gefitnessd. Ben ik mee gestopt omdat ik toen in de knoop kwam met mijn stage. Omdat het niet meer precies op dezelfde tijden was. Het ging niet meer. En het was ook gewoon best wel heel erg prijzig, die sportschool. Dus daar ben ik mee gestopt. En nu wil ik gaan sporten bij Fit for Free. Dus ik zit even te kijken waar. Er zit er bij ons eentje, is pas eentje aangebouwd. Maar ik wil eigenlijk eventjes erachter komen hoe duur het is. En ja, ik weet niet. Stel zelf je abonnement samen. Fitness al vanaf 12 euro per maand. Je kunt kiezen uit 5 voordelige abonnementen. Bekijk de mogelijkheden. Dus ik zit te denken om daar lekker een abonnementje aan te gaan sluiten. En lekker gewoon een paar keer in de week te gaan sporten. Ik weet niet, ik heb aan de ene kant, ik beweeg veel te weinig. Daar ben ik het ook gewoon mee eens. Ik zit veel te veel op mijn kamer. Ik beweeg veel te weinig. Ik zwem wel elke week. Maar ja, dat is ook niet echt alles, vind ik hoor. Dus ja,
Dus even kijken, maar ik wil wel meer gaan bewegen. Want beweging is natuurlijk ook hartstikke goed voor mijn darmen. Dus ja, we gaan het zien. Maar ik ga proberen het abonnementje af te sluiten bij Fit for Free. Goed, mijn haar ziet er ook echt lekker uit. En ik heb gewoon gisteren gedoucht, hè. Echt niet te doen. Het is nu al gewoon weer vet. Ik heb er niks mee gedaan. Het is tijd voor een lekker kopje koffie. Ik heb dorst. Er zit nog ijsje in, die drink ik even op. En dan kijk hoe leuk het is, jongens. Oh, I love it. Het is zo leuk. Ik heb trek in thee. Ik zat eerst te denken aan. Ik twijfel, koffie of thee? Oh, moeilijk. Thee. Ik ga lekker voor een kopje thee. Ik heb het koud. Ik weet niet waarom. De kachel staat aan, maar ik heb het echt heel erg fris. Mijn ouders hebben een halfje walcorn meegenomen. Dat is wel heel erg fijn. Maar die stop ik lekker in de vriezer. Als het nog ergens past. Dat we proppen. Zo. Vanavond, mijn pa kwam van, joh, wat wil je eten? En ik heb heel erg veel trek in vis en chips. Dus ik dacht, mijn pa heeft lekker kibbeling gehaald. Hij heeft kibbeling gehaald en twee lekkerbekjes. En we hadden nog van die hele leuke wafelfriet. Dus wij gaan vanavond lekker vis en chips eten. Super nice. Oh, echt lekker. Waterkoker ga ik aanzetten. Zit er wel genoeg water in. Ik ben niet iemand die altijd het water van de waterkoker verwerst. Ik weet niet waarom, maar dat doe ik niet echt vaak. Jullie blijven niet staan. Nu wel. Yippie. Even kijken hoor. Ik heb eigenlijk trek in verse muntthee, maar die hebben we waarschijnlijk niet. Nee, we hebben geen muntthee. Honing. Aardbei. Aardbei it is! En wat staat er op het zakje? Wat is jouw mooiste jeugdherinnering? Ik zou zeggen mijn geboorte, maar dat is niet zo. mijn leukste of mooiste jeugdherinnering? Dit is heel moeilijk, ik weet het niet. Ah, het is niet echt jeugd, maar ik denk toch wel kerst. Aangezien we nu in december zitten en het vlogmas is, denk ik toch wel kerst dat we het vroeger nog gewoon met de hele familie vierden. Dat doen we nu niet meer. Don't ask me why, maar ik vind het nog steeds heel erg jammer. Het is voor mij niet echt kerst meer, vind ik. Weet je, het is gezellig. Lekker met mijn ouders 2 dagjes thuis. Lekker goed met niks. Maar ik vind het geen kerst meer. Ik vind kerst hoort gewoon lekker met de familie, met z'n allen bij elkaar. Lekker met z'n allen eten. Vervolgens lekker pakjes onder de boom. Loodjes trekken. Of weet ik veel, desnoods alleen de kids. Maar nee. Ik vind het voor mij niet echt kerst meer. Ik weet niet waarom, maar nee. Ik vind het niet echt meer helemaal leuk. Maar het kan aan mij liggen hoor, maar dat weet mijn hele familie ook, dat ik er gewoon niks meer aan vind. En dat weten mijn ouders ook, maar ja, ik doe er zo weinig aan. Je zou zeggen van, joh Kim, waarom ga je dan niet lekker weg met kerst? Maar ja, dan vraag je af, iedereen heeft plannen met kerst, dus waar moet ik heen? Maar goed, kopje thee, ik ga lekker suiker in doen. Beetje een dipje, het is 2 uur, ik heb altijd om 2 uur echt wel een behoorlijke dip. Toen ik denk van, oh, ik kan niet meer, ik ga lekker voor 2 suiker. Honing, zal ik? Nee, ik ga voor dit niet voor honing dit keer. Normaal neem ik altijd honing, maar nu even niet. Lekker suikertje erin. Ik heb zo'n idee dat dit een hele lange vlog gaat worden. Ik weet niet waarom. Ik praat alles door elkaar, niet te doen. Goed, 2 suiker erin, even roeren en dan lekker genieten van een kopje thee. Goed, mijn moeder kwam net thuis en mijn vader zijn even naar de tandarts geweest. En daarna moesten ze nog even naar Akkerhof. En ik heb iets super, super liefs van ze gehad. Kijk! Hoe cute! Ik heb een klavertje van ze gehad. En het kettingje natuurlijk. Ik ben helemaal weg van klavertjes. Ik ben weg van Ierland. En ik vind het zo leuk.
Super lief, ik ben er echt blij mee. Ik heb ook deze grote oorbellen. Oh, ik vind het echt leuk. I love it. Ik geef hem nog maar op, mijn oma. En dan ga ik eigenlijk heen om niks te doen. Ik ga daar gewoon even koffie drinken en even gezellig kletsen. En dan ga ik weer naar huis toe. Dus ja, let's go. Ik ben een klein beetje moe. Maar dat gaan we niet aan toegeven. Ik ga even langs mijn opa en oma. Ik neem de camera niet mee. Want ik denk dat ze het niet heel erg leuk vinden als ik daar ga filmen. Dus ik zie jullie als ik terug ben. Oh, ik zit zo vol. Ik heb zoveel gegeten. Het is inmiddels avond. Als jullie dat al niet konden merken, want het is zo donker buiten. Maar ik heb zoveel gegeten. Ik zit echt hartstikke vies vol gewoon. Het is 6:30 geweest. Ik ben inmiddels natuurlijk ook wel lekker thuis, maar dat zien jullie natuurlijk al. Ik heb heerlijk gegeten. Ik ben wel heel erg moe. En ik zit heel erg vol. Echt niet normaal. Ben ook weer lekker verkouden, maar dat zat er gewoon nog in. Ik ga de video editen voor nu. Voor morgen natuurlijk. En ja. Kort maar krachtig einde. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Deze video een blauw duimpje omhoog. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe Vlogmas. Doeg!